Ook goedemorgen. Vandaag ging mijn wekker om 6 uur. En dan ga ik zachtjes uit bed, want dan wordt mijn vrouw wakker. En ik heb nog 2 kinderen, die liggen ook te slapen. En dan sluip ik zachtjes naar beneden, heel zachtjes. En dan doe ik de lampen aan. En dan doe ik gauw mijn kleren aan. En mijn tanden even poetsen, doe ik in de keuken. In verband voor de herrie, anders worden ze wakker, de kinderen. Die horen alles. Nou, en dan pak ik mijn brood uit de koelkast. De avond daarvoor heeft mevrouw het brood al gesmeerd voor mij. En dan pak ik nog eventjes uit de fruitschaal wat fruit. En dan stap ik in de bus. En dan zachtjes met de deuren, want anders wordt iedereen wakker. En dan start ik mijn bus en dan rijd ik naar mijn werkplaats. Ik lees de krant niet, omdat ik alleen maar ellende lees. En enige hoe ik een beetje op het journaal een beetje op de hoogte blijf, dat is via social media. Nou, dan kom ik in mijn werkplaats. En dan doe ik eerst natuurlijk alle lichten aan. En dan start ik alles op. En dan zet ik een lekker bakje koffie. En dat is mijn ochtendritueel. En dan zit ik hier en dan drink ik mijn bak koffie op. En dan soms... Ja, pak ik even een broodje sneetje, wat mevrouw gemaakt heeft. Hier aan de werkplaats doe ik het werk voorbereiden. Alles is verschillend. Dus ja, dat maakt mijn beroep ook hartstikke leuk. Dan heb ik hier mijn eigen kleine fabriekje, om zo te zeggen. En daar zet ik mijn materiaal. Ik heb eigenlijk geen opleiding gedaan. Ik heb geen diploma. Het enige diploma wat ik heb, dat is zwemdiploma A. Ik kon niet lezen en ja, vroeger op school had je daar geen plekken voor en toen ben je maar naar Lomschool en naar Lomschool gestuurd. Ja, toen was ik een jaar of 15, 16, ja, toen ging ik al heel snel in aan het werk. Vandaag ga ik materiaal zetten, afdeklijsten voor langs een verhoogde gootje en langs een raampartij aan een villa woning. Mijn klantenkring bestaat uit een beetje rijke mensen. Die het geld voor over hebben voor duurzaam materiaal. De meeste klanten waar ik voor werk, ja, die staan toch in de top 100 van de quote. Het werk wat ik doe is allemaal echt handwerk en echt ambachtelijk. Het begon bij een gootje, bij een deklijstje. En toen werd het hele grote zinken daken en koperen daken. Elke klus is verschillend en elke klus is weer een uitdaging voor mij. Mijn naam is Robert van Rooyen en ik ben koperslager.